Deze drie mannen bepalen de finale in de veteranenklasse. Allemaal 40 plus zijn ze. Erbe Wennemars op kop, ook al 41. Dan Arjan Elferink uit Veenhuizen en Arnold Gazenbeek. Alle drie pakten ze 2 rondes voorsprong op het peloton. En dus mogen zij gaan sprinten voor de Nederlandse titel die al 2 jaar op rij naar Drenthe ging. Kan Elferink ook zijn 3e titel binnenhengelen? Het antwoord is nee, net niet. Wennemars wint en dit jaar gaat het zilver naar Veenhuizen. Natuurlijk, als je 2 keer achter elkaar Nederlands kampioen bent geworden in deze categorie, dan wil je natuurlijk ook die 3e. Maar als je nu 2e wordt achter iemand met zo'n staartverdienst, dat is niet erg dat je dan 2e wordt. De vrouw in het zwarte pak is Janneke Ensing uit Gieten. Won dit seizoen al de marathon van Enschede. En ze zit in het kielzog van Irene Schouten, die vorig jaar de Nederlandse titel pakte. Samen met Kleibeuker en Van de Geest pakten ze 1 ronde voorsprong op het peloton. Kleibeuker en Van de Geest zijn verslagen, maar Ensing redt het ook nu net niet. Net als vorig jaar zilver voor haar. Ik had zware griep, heel hoge koorts, keelpijn, verkouden. Ja, diarree, alles bij elkaar. Dus flink wat kilootjes ook verloren. En dan word je gewoon nog ziek. Ja, dan gaat het gewoon dubbel op. Dus ik heb een antibiotica kuur moeten nemen om toch nog enigszins op tijd fit te zijn voor NK Master en NK Marathon. Dan deze man in het zwart. Frank Vreugdeel uit Eldersloo. Samen met nog 4 mannen dubbelt hij het peloton maar liefst 2 keer. Maar bij dit NK is dat niet genoeg. Het is een slagveld. Maar 20 van de 71 gestarte mannen halen de finish. En er zijn de 2 die het peloton 3 keer dubbelen. En dus sprint Vreugdeel hiervoor het brons. Maar die medaille gaat naar Robert Post. Vreugdeel zat te vroeg op kop en laat hem ook een beetje lopen. Hij wordt uiteindelijk 6e. Nog bijzonder als je weet dat hij na 10 rondes al een kapotte schaats had. Dat had misschien nog wel een beetje invloed, heeft dat gehad op de koers. Maar ik heb de knop omgezet en het is zonde. En dat had niet mogen gebeuren, maar dat gebeurt ook wel eens. En dan de strijd om het goud en zilver. Bob de Vries uit Houlo won al veel, maar nog nooit de Nederlandse titel. Maar hier is hij. Hij verslaat Remco Schouten.